Van kleur naar zwart-wit. Om een kleurenfoto in Lightroom in zwart-wit om te zetten, ga je naar de ontwikkelmodule en trek je gewoon heel simpel de verzadiging omlaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nee, is een geintje natuurlijk. Ja, dit is een manier om een foto om te zetten naar zwart-wit. Maar is dit de manier? Nee, dat is het niet. Want dit gaat eigenlijk wel heel eenvoudig. Natuurlijk kun je zeggen van hier ben ik tevreden mee, maar we willen graag iets meer controleren. Dus ik zet dit weer gewoon even keurig op nul. Een methode om je foto om te zetten naar zwart-wit is gewoon hierboven op zwart-wit te klikken. En je ziet dan hieronder bij HSL, kleur en zwart-wit iets veranderen. Kijk maar, als ik hem op kleur zet, dan heb je de optie HSL en kleur. En zet je hem op zwart-wit, dan krijg je alleen de optie zwart-wit. En dit is eigenlijk gewoon waar je mee aan de slag moet. Je hebt hier een aantal kleurkanalen, het zijn er acht om precies te zijn. En in die kleurkanalen kun je dus de hoeveelheid verzadiging bepalen. En als ik bijvoorbeeld aan rood trek. ...dan zie je wat er gebeurt. Al het rood in de foto wordt, als ik de schuif naar rechts zet, wordt lichter. En dat zie je voornamelijk in de lippen. Ga ik even bijvoorbeeld snel terug naar de kleurversie. Dan zie je dat de lippen zijn erg rood en de huid is ook rood, maar grotendeels meer oranje. Dus als ik aan de rode slider kom, dan zie je dat dat voornamelijk effect heeft op mijn lippen... ...maar ook wel een klein beetje in de huid. Nou, en ik hou de lippen graag een beetje donker. En de huid, daar zit voornamelijk oranje in, die maak ik wat lichter. En zo heb ik een zwart-wit omzetting die al een heel stuk interessanter is, een heel stuk contrastrijker dan gewoon de verzadigingsschuif naar beneden te trekken. En groen en geel zitten een klein beetje in de ogen. En dat maak ik wat lichter. Ben ik nou uitgespeeld? Nee, in principe nog niet. Want ik kan natuurlijk ook gewoon aan mijn normale sliders blijven trekken. Ik kan de absolute hooglichten en zwarte tinten nog een klein beetje aanpassen. Gewoon geheel naar mijn eigen smaak. En om het nog een stuk leuker te houden ga ik naar effecten om wat korrel toe te voegen. Doe ik wel als ik 100% ingezoomd ben. Wil je de hoeveelheid korrel zien? Als je uitgezoomd bent, dan wordt het dadelijk bij vergrotingen erg lelijk. Dus dat doe je gewoon lekker helemaal ingezoomd. Dit vind ik op zich wel kunnen. En het effect kun je nog uitzetten en aanzetten. En je ziet het. Ben je uitgezoomd, maakt het niet zo gek veel uit. Ben je ingezoomd? Dan is het eigenlijk best een verschil. En wanneer je tevreden bent, kun je je foto exporteren en verder gaan. Je ziet, het is dus iets meer dan gewoon de verzadigingsschuif naar nul trekken, maar het is niet gruwelijk veel werk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.